Yo boys, top jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Call of Duty Black Ops 4. Hi jongens, vandaag gaan we weer lekker Call of Duty Black Ops 4 spelen. We gaan spelen met dit wapentje vandaag. De Cordite. Zoiets in die richting. Nou, in ieder geval, we gaan kijken of we daar een lekker potje mee kunnen spelen. Ik heb er veel zin in, dus we gaan gewoon even kijken of we daar gewoon weer een lekker potje ervan kunnen maken. En jullie merken misschien een beetje aan mij dat ik een beetje snel heb gered. Zo ja, ik kwam van beneden en toen zag ik ineens van kut het potje beginnen, weet je wel. Dus heel snel naar boven rennen, weet je wel. Word ik hier dan gehit? Oh mijn god, ik camper. 1, 2, 3, ding gebruiken. Nou je. Wat bedoel ik nou? En als het goed is hij nou gekild. Oh fijn. Dankjewel teammates jongens, dankjewel. Maar jongens, als jullie trouwens spelen op de map slums. Jullie zijn heel irritant, want dit is echt heel naar dat ik die dood ga. Want daarna hebben we een fucking head glitch. Gewoon onzuiver. Maar we spelen trouwens op de map slums. En als jullie deze video van Call of Duty weer leuk vinden, laat het sowieso eventjes weten. Zou super dope zijn. En dan weet ik of ik dit vaker moet maken of wat meer Fortnite weer. Of ja, met de livestream doen we Fortnite. En daar ging ik echt, dat is even, ja, ik heb geen scurf. Maar met luisteren doe ik Fortnite en dan doen we de video's, weet je wel, dat doet die hebben toch een beetje afwisseling. En dat ik hier word gekilld, dat is echt heel onzuiver. Ja, het is echt serieus, we gaan echt niet lekker nou, het is echt heel naar. Wauw. 0 kills, niet shit, of ja, 1 kill. Nee, ik kan me niet eens herinneren dat ik 1 kill heb gemaakt gewoon. Dit is nu de eerste die ik nou maak, en dit is nou de tweede die ik nou maak. Ik ben zo dood als een graf trouwens. Let's go. Ja, ik ben zo bang als een false dive gewoon. Heb ik nou twee keer gezegd. Die cut radiation, ik moet je uit. Oh, fucking course jongens. Zien jullie dat helemaal beneden in je beeldscherm? Dan zie je mijn healing en dan zie je zo'n klein rondje. Die moet opgevuld. Kijk, die moet nou weg zijn. Oké, hij is nou weg. Ik kan nu eindelijk weer healen en dan precies op dat fucking heal momentje moet er een enemy komen. Jongen, dan had ik toch gelijk in een kutfight kunnen springen en dan gelijk doodgaan, weet je wel. Maar oké. Okay. Ik laat hem weer een beetje gaan hier, hoor. Ah, oh, jongen, gek. Let's go, man. Mijn neus begint gewoon weer te jeuken. Het is heel naar. Kut. Waarom heb ik mijn vuisten vast, gast? Ja, waarom is het zo hinderlijk dat ik elke keer... Nou, zo een feest dit. Oh, twee man ook. Kijk, ze campen dan, gast. Kijk hoe zielig. Ze kunnen niet, als ze alleen staan, dan zijn ze hartstikke dood, weet je wel. Ja, maar dit kan ik niet met mijn wapen. Oh, kijk. Oké, 1, 2, 3, hier vanaf. Hoppa. Oh my. Geneukt. Gebonjourd gast. Oh jongens, als ik een beetje stil ben, dan is er een lichtelijke kans dat ik aan het concentreren ben. Wat doe ik nou? Wat is dit nou? Gast, ik heb jeuk aan mijn neus! Die neus, jongen, mijn neus. Echt waar, jongen. Dat is echt heel naar. Dat echt... Fuck. Oké, let's go, gast. Hier leek net allemaal mensen te campen. Ik dacht van, nou, dan ga ik nu met mijn stormram erin. Bats, gek. Eigenlijk heel wat kills, weet je wel. Bats, gek. Is dat ding nu ook gelijk... Dat ding is ook gelijk weg. Heerlijk. Oh, jezus, jij hebt me niet geraakt. Heerlijk. En Black Ops 3, jongens, was de as in Purify ook maar een klein beetje raak je bij ons nog dood. Gewoon... Oh, dit werkt ook gewoon. Dat moet je niet vaak doen, maar het werkte. Heel snel. Fuck, ik was mijn UAV aan het inroepen. Ik had zo'n gevoel van, nou, dat zal lichtelijk zijn dat ze daar niet komen, weet je wel. Maar ja, toch wel. Let's go, gast. Oh, tuurlijk. Oh, fucking course. Ik ben weer gemokken hard geradiationed. Nou, laat even hier rondjes rennen dan, want we hebben 114 HP. We kunnen op zich wel iets doen, maar we kunnen nou niet healen. Dat is best wel zwaar, gay gast. Ah. Dat was een teammate die daarboven stond, dus dat is feest. We kunnen eigenlijk weer healen, jongens. Let's go.
We kunnen eigenlijk weer een teammate gaan helpen hier. Zo, die pleurt eraan van het ding af. Waarom? Ik had niet verwacht dat hij een sniper was. Dat, ik dacht gewoon, hij heeft misschien een ICR vast. Of een, gewoon een wapentje, weet je wel. En geen sniper. Nearly in the back. Hier, let's go, gast. Monzuiver. Bonjour. Dankjewel, Pek. Dankjewel. Teammates, jongen. Ik heb nog wat aan jullie. Heel fijn. Af en toe de momenten denk je van, nou, ik heb helemaal niks. Maar soms, jongens, hij echt wel aan die enemies. Teammates, gewoon. Maar daarom speel je TDM, hè. Oké, we hebben hier worden geneukt, ja. Dat dacht ik al. Want die kerel zat achter een tafel. Ik schoot moken vaak op die tafel. Als dat namelijk in zijn hoofd was, weet je. Dan was hij snel dood, maar... Ja, dat was niet het geval gewoon. Dat is heel erg naar. Nou, we gaan er gewoon nog een keer op in. En dan hij hem alweer. En hij heeft hem alweer met zijn... Echt, ik wil ook, jongens. Ik zweer het je. Ik heb nou de hele tijd de ICR. Of de ruimpoort heb ik nou de hele tijd in mijn kluis staan. Want meer wapens kan ik op simpelweg op dit level wat ik nog heb. Net niet. En dat is heel naar. Dus ja. Oh, shit, sorry. Druiven, hij... Hij killed me weer bijna weer. Maar jongens, we hebben gewonnen. We hebben echt een kakscore neergezet. Eerste klas. Maar ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Deze gozer zijn met non-stop gekillt, ouwe. Maar kijk dan wat voor een OP. OP. Wat een OP wapentje dit is, gast. Dat is echt insane. Nee, wapentje, gast. Kijk hier. Baats. Hij schiet zelfs op die ton, weet je wel. Hij doet nog damage erdoorheen. Dus in ieder geval, als je deze map leuk vond, deze slums map. Dan, ja, doe er even een duimpje omhoog voor. Nee jongens, als jullie dit leuk vonden van Call of Duty, laat het sowieso eventjes weten in de reacties. En like hem sowieso, ze super dope zijn. En ja jongens, dan zeg ik tot de volgende keer bij de volgende livestream. Livestream of video, nee ja. Ik zie jullie wel gewoon bij de volgende video of livestream. Dus jongens, tot de volgende keer bij de volgende livestream of video. En boys, later.